Eind 2016 ontstond in het hoofd van Paul Wekers het idee om een boek te maken. Het moest een fotoboek worden. Een fotoboek vol met verhalen. En wat doe je dan? Je combineert de dingen die je leuk vindt met dingen die je goed kan. Fotograferen, motorrijden, grafische vormgeving. Praten met mensen die graag praten over motors, sterke verhalen vertellen. De afgelopen 2 jaar is Paul door weer en wind, nacht en ontij, door heel Nederland en verder rondgereden op zoek naar verhalen. Verhalen over mensen en hun passie voor motoren. Ik reed om 6:30 s'avonds het pontje af. Het zal -10 zijn geweest. En die man stond al om me te wachten. Hij had een gehaktballen opstaan, een kratje bier in de koelkast. En wij hebben 2:30 s'nachts sterke verhalen verteld. En weet je wat? Ik had die man nog nooit eerder in mijn leven gezien. Mensen van allerlei leeftijden en allooi die allemaal hun eigen insteek met motorrijden hebben. Verhalen over reizigers en racers, over roadside repairs of de zoektocht naar pk's. Verhalen met onwaarschijnlijke ontmoetingen en curieuze mensen. Verhalen van vroeger, toen alles beter was. Verhalen van verschillende mensen met slechts 1 grote gemene deler. En weet je, los van ieders trots op zijn eigen motormerk of zijn eigen motor. Motorrijden verbroedert echt. En echt, iedere motorrijder heeft zijn eigen verhaal. Alle verhalen zijn reeds geschreven en alle foto's gemaakt. Het boek is klaar om gedrukt te worden en in april 2019 op feestelijke wijze aan het publiek gepresenteerd te worden. En daar hebben jullie hulp voor nodig, want zonder jullie vertrouwen in dit project zal dit boek er nooit komen. Dat zou toch zonde zijn. Bestel dus nu jouw exemplaar bij voordekunst.nl.